Joël, papa. De dingen die tegenwoordig om je heen hoort, dat zijn vreselijke dingen. Er was een giraf die natuurkunde gaf, die ondam en het recht op het woord. En men heeft hem nooit meer gehoord. Wat? Ja, en een uil in Bos aan Zee. Een zeer geliefde dominee staat men het breken niet toe. En het alleen nog, zo is alles met wacht, met snavel en poot. Intussen als de dood, niet zo best in ons eigen os. Niet zo best in ons eigen os. Je nog verborgen, en neemt ge niet, en niet zo best. Professor Dillemond, gaat het? Zal ik een glas water voor u halen? Nee, kind. Ik weet niet wat me bezielt. Dus u beweert dat er dieren zijn die op de een of andere manier het spreken verleerd zijn? Hoe kan dat nou? Als je maar genoeg ontmoedigt, ja, dan krijg je iedereen stil. Maar mij persoonlijk zal nooit iemand een of abakaber. Ik hoor over enige opschudderij tijdens de les. Alles in orde, professor. Afanaan, nog steeds hier? Ik zou toch denken dat jij intussen wel op weg was naar mijn werkgroep. Dat was ik ook, madame. Maar... Ik mag toch hopen dat mijn vertrouwen in jou niet misplaatst is. Tovenarij is een zeer veel eisere meesteres. En voor wie streeft naar een ontmoeting met de tovenaar, professor Dillemond zal het ongetwijfeld met me eens zijn. Beter gaan. Professor Dillemond, als het niet zo best gaat met de dieren, dan moet iemand de tovenaar waarschuwen. Dan doet hij er wat aan. Daar hebben we nou net een tovenaar voor. Dat alles best. Ja, ik hoop dat je gelijk hebt. Alles zegt wel best. Uiteindelijk wel best. Valt best wel mee toch hier.